view hier zit. Lui lol hondenleef. Het strak lak. Ja, ze blijft weer bezig. Aan het zoeken voor haar vriendin. Cadeautje om te kopen. En in het winkelcentrum? Nee. Hier iets van? Oh, wat ga je snel? Jij mag zelf kiezen. Van knutselen en het goede doel gegeven. Van Alexie. Luan. Kijk eens, schatje. Alsjeblieft. Nou, Lucilla, is die zwaar? Naar het kinderfeestje. Daar toch, man? Niet alleen thuis. Cadeau. Goed, die ziet tot straks, hè? Ik ook echt mee kunnen. Lekker aan het schilderen. Dit is dus het diploma. Hoi, pap. Een hele goede morgen. Welkom weer in deze nieuwe vlog. Wij zijn de Bellinga's Family Vloggers. Het is woensdagochtend en we zitten aan het ontbijt. Ja. Ik heb heel veel in de school. Lekker geslapen. Gymtasje zijn gepakt, maar jullie hebben gym. Dus jullie gaan lekker fitness op school. En ik breng jullie met de auto. Ja. Ik laat de hondjes uit en dan rijden jullie naar school. Ja, wat ben je aan het kijken? Terwijl de kinderen naar school zijn, zit Luxie hier even lekker haar ontbijtje te eten. En ze zit Sasa aan Toto te kijken, liefie. En dan pakt ze dat krukje en zet ze zelf dan haar ontbijtje op. En dan gaat ze zo zitten. Het ziet er wel heel erg lekker uit zo, liefie, hoe je zit. Ja, 1. Ze zegt altijd bij een hapje, 1. Lekker, lekker. Hier kan Luxie echt een hele tijd naar kijken. Best rustgevend. Woezeltje ligt hier lekker in deze heerlijke stoel, die eigenlijk niet van Woezel is, maar die een soort van toegeëigend heeft, Woezel. En Pip, die ligt hier lekker nog uit te slapen. Lekker aan het uitslapen, Pipje. Ja, lekker aan het uitslapen. Jullie hoeven niet naar school, hè. Jullie hebben een lekker lui lol hondenleven. Ja, rek je maar even uit. En zoals jullie zien staat nog steeds die kerstboom er. En die ga ik echt vandaag aftuigen. Hij hangt ook een beetje omdat hij een hele week geen water heeft gekregen van onze vakantie. Dus die ga ik vandaag echt eventjes weer opruimen. Maar daar heb ik gewoon nog niet zo heel veel zin in gehad. Ik had vanochtend nog niet zo heel veel tijd gehad om mezelf aan te kleden. Dus dat ga ik eerst maar eventjes doen voordat ik de boom ga aftuigen. Eerst mezelf optuigen. Om het klusje te doen wat ik al echt al dagen uitstel. En dan is die kerstboom even aftuigen. Alle ballen uit de boom. Ja, 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 ja. Alle ballen uit de boom. Nou, dat ziet er veel ongezelliger uit, hè, zo'n boom. Hé, hey, Luxie, daar is papa. Hallo. Hallo, lieverdje. Oh, lekker kusje voor Luxie. Hé, hey, papa is even staan. Wat zie je doen? Echt waar? Wat even afspraakjes. Maar hij komt terug en ik zie dat ik de kerstboom in de achtertuin kan gaan zetten. Ja, ik weet niet of hij nog leeft. Jawel. Jawel. Er zit een hele goede pot in. Dus ik kan hem zo met mantel al in de achtertuin zetten. Ja. Je moet wel water geven. Ja, zal ik hem in de achtertuin zetten of in de voortuin? Daar dat achter. Dat is gewoon met hele mantel. Ja, tuurlijk. Dat is een wintermand. Ja, dat kan ook wel. Ja, zal ik hem daar niet zetten? Die kale plekken tussen? Volgend jaar weer een boom. Doe ik de deur open, hou eens even vast. Daniel wil hem in de achtertuin zetten, ja. Het is een kerstboom die in een pot staat, in de mand. Dus in principe kan je hem gewoon zo neerzetten. We hebben niet een groot genoeg tuin om hem in de grond te zetten, zeg maar. Maar ja, hij heeft wel een weekje ongeveer geen water gehad. Dus ik hoop dat hij nog overleeft. Ik heb hem elke keer een fles water gegeven. Ja, maar we zijn een week op vakantie geweest. Ja, ik moet een fles geven. Ja, maar op vakantie niet. Maar, kijk, daar gaat hij. Oh, wat zijn dakjes? Nou, ze zijn niet meer zo van de schoon, Daan. Jawel. Kijk eens, hier beneden zetten we dan? Ik vind het een strak plan. Mooi. Ja hoor. Hopelijk klapt hij daar nog een beetje op. Even een flesje water geven. Ja. Beetje muziek regen. Gaat hij daar weer op en dan. Jawel, de boom is... Echt, het is wel een heel erg koud plekje, moet ik zeggen. Ruim zo, hè? Ja, het kijkt wel weer wat ruimer. En dit ook. Deze hier heb ik ook alles weggehaald. Alleen, ik weet niet waar die lamp is gebleven. We hadden hier een lamp op staan. We hadden eerst een kerstlamp staan, maar ik had ook een normale lamp. Weet jij toevallig waar die normale lamp is gebleven? Nee. Ik denk in de kast. In de kast. Oh ja, de kast. Nou, hier zit geen lamp, hoor.
Kom hem bovenaan. Ja, maar ik vind het zo kaal zonder lamp. Waar is die lamp nou dan? Boven ergens. Nou ja, in ieder geval, het is weer wat opgeruimder. Daar ook alle kerstspulletjes weer weg. Dat hoekje van de kinderen. Laten we toch maar weer even daar zo staan. Want dan staat er ook wel weer even net zo goed. Dan is daar weer wat rustiger. En ondertussen is Luxie overal weer een rommeltje aan het maken. Is Luxie weer met de speeltjes in het spelen? Is hij weer, ben je weer met je rommelhoekje bezig? Ja. Nou heb je hier weer alle plek om te rommelen. Ja, zo blijven we bezig. Ja, zo blijven we bezig. Wij gaan zo Luan en Lucilla ophalen van school. Lucilla heeft vanmiddag een kinderfeestje. En daar mag ze zelf een cadeautje uitzoeken voor haar vriendinnetje. En dat gaan we zo eerst eventjes doen als we de kinderen op gaan halen. En dan gaan we naar huis even een hapje eten. En dan brengen we haar straks naar haar kinderfeestje. Nu ga ik naar het kinderfeestje van Lucilla mee. Maar eerst gaan wij even naar de winkel om een cadeautje om te kopen. En dan ga ik alleen naar Alicia mee, zijn kinderfeestje. Voor de eerste keer. En als je denk ik thuis komt, dat je vet leuk gaat, dat je vet leuk had. En dat je zeker dan nog een keer wilt. Heb ik ook altijd. Eerst vond ik het ook spannend. Maar als je dan toch gaat, vind je het altijd leuk. Dus veel plezier. Hè? Doei. Nou, we zijn in het winkelcentrum. En we gaan eens even kijken waar de speelgoedwinkel is, hè? Ja. Die moet hier ergens zijn. Ja, waar is de Alicia mee? Ja? Als ik Alice mee ga, is hier. Nee, die kom je niet tegen, denk ik. Ik denk dat Alice mee nog een broodje aan het eten is. Ja, kijk. Hier gaan we naar binnen. Hier, wat eet? Wat eet? Nee. Nee? Niet in potje. Hier iets van? Iets van LOL? Kijk maar rustig rond, schatje. Die heb jij voor je verjaardag gevraagd. Nee. Ja, dat zie ik. Oh ja. Ja. Oh, wat ga je snel? Wat ga je snel? Wat ga je snel? Hier is een grote unicorn. Oh nee, jij mag zelf kiezen. Ja. Ja, wat is dat, Luxie? Wat zie je allemaal? Geschreven. Iets van een verkleedjurkje. Hier zijn we bij de poppenafdeling. Ik kan echt huilen. Ja. Ik vind het zo leuk. Waar houdt ze van? Houdt ze van poppen? Nee, ik weet het niet. Houdt ze van spelletjes? Of van knutselen? Waar speel je altijd mee als je met Alicia meespeelt? Of waar klets je altijd over? Over babytjes? Ja. Oké. Okay. Oh. Even kijken. Die vindt mama iets te duur voor een cadeautje, schatje. Die auto. Ik kan ook die pop in de auto. Heeft ze een pop dan? Ik weet het niet. Ze zijn gewoon voor mama. Deze heb ik ook. Dan lijkt ze ook ja. Die over haar hebben. Ja. Maar alleen ben ik die kwijt. Ja, die hebben we aan het goede doel gegeven. Die wel leuk voor Alice mee, denk ik. Vind je die leuk? Grappig. Vind je die grappig? Ja. Die vind ik Alice mee ook leuk. Dat is allemaal voor grapjes. Ja? Ja. Vind je het zeker? Ja, zeker. Gaan we die doen? Ja. Ah. Dat is ook leuk. Nee, maar ik wil Ja? Mag je heel even verder kijken? Nee, deze echt. Of iets van een Barbie? Nee, echt deze echt. Vind je die leuk? Nee. Weet je zeker dat je dit wil? Ja. Denk je dat ze dit leuk vindt? Kijk hoe leuk dat is. Ja, die is inderdaad wel heel erg leuk. Yes. Nou, dan gaan we die inpakken. Bij de kassa. Ja. We gaan van meteen of ze het willen inpakken voor jou. Hoef je dat niet meer te doen. Maar Alexie. Ja, Luan. Ja, Luan die is ook ergens. Luan. Nu? Luan. Nu? Oh, jongen. Even kijken, waar zit hij? Volgens mij heeft Luan ook wel... Ik zit bij de boksen. Oh, dat dacht ik alweer, jongen. Je zat weer bij de boksen. Nou, kom naar de kassa. Kom maar, Lixie. Ja, heel grappig.
Ja, jongen? Ik weet niet of voor die gaan. Er zijn ook gemiddelde hoeveelheden goed, hè? Jongen is altijd helemaal gek van alle boksen, hè? Ja. Ik moest eigenlijk allemaal sparen. Jongen, ik zie allemaal mooie popjes, hè? Zo. Hoi. Goed zo. Kijk, pak ze hem ook al meteen mooi in. Zie je dat? Ja. Hoef je dat niet meer te doen thuis. Kijk eens, schatje. Alsjeblieft. Lekker snel. Nou, dat heb je vlot gedaan, Lucilla. Goed gedaan, liefie. Zo, Lucilla, is die zwaar? Ja. Hou je hem nog? Ja. Goed hoor, sterke meid. Gaan we eens even kijken waar papa is. Die staat daar, zie je dat? Ja. Zo. Aangekomen bij de auto. Ingepakt. Ja, het is ook al ingepakt, papa. Goed zo, liefie. Hou jij het vast op schoot? Ja. Nou, gaat de riem nog om zo? Nee. Op naar huis. We eten even lekker een bolletje. En Lucilla heeft er al heel veel zin in. Want wat had Alisa mee gezegd, schatje? Wat gingen jullie doen, het feestje? Nou, Alisa mee en dan weer het moeilijk. Oh. Ik wil ook nog iets zeggen. Ja, Lixie wil ook wat zeggen. Wat wil Lixie zeggen dan? Wat wil Lixie zeggen? Oké, ben klaar. Nou, Alice May woont in het kinderbedrijf met dat watertje. Mm-hmm. En dan gaan we ook nog bij de ezels voeren. Bij de konijnen voeren en de geitjes. Ach, schatje, wat leuk. En knuffelen, denk ik. Ja, en knuffelen. Naar de kinderboerderij. Ja, daar woont ze. Wat is dat leuk, liefie. Leuk. Met je vriendinnetjes. Ja. Ah, of komen er ook vriendjes? Of weet je dat nog niet? Nee. Dat weet je niet. Hm? Oh, Luxie, ga maar even zitten, liefie. Ga maar weer even op de billen zitten. Luxie is even iets te enthousiast. Daniel, die laat de hond even uit. Tenminste. Hij probeert ze terug te roepen, volgens mij. Ze zijn ontsnapt. Gekke papa, hè? Nou, dan gaat papa zo even lekker met de honden wandelen en Luxie in slaap wandelen. En dan ga ik even met jullie met de bakfiets jou wegbrengen. Want het is hier heel dichtbij. Nou, we gaan heel eventjes snel met de fiets, want het is hier niet heel ver vandaan. Maar ik pak wel even de bakfiets, omdat het een beetje miserig weer is. Zitten de kinderen even lekker droog. Zo, stapt u er maar in. Wat een gezellig hutje hier. Johan, die gaat even mee. Cadeautje, die is er mee. En dan gaan we op naar het kinderfeestje. Nu ga ik omweg bij Alicia May's kinderfeestje. Ik denk dat mij niet zo goed ziet. Zo, hier. Ja. En ik ga ook niet doen laten. Ik denk zeker een taart, toch, man? Ja, daar denk ik. En cadeautjes. En cadeautjes, want hier zit al een cadeautje. Bij en nog lekker mee. Spelen. En spelen. Misschien is dit heel erg grappig. En dat is het. Nu geef ik Lily aan Luan. Nou, ik ga ook even mee. Ja, hij staat stil. Nu ga ik ook even lekker mee met Lucilla. Want papa die zit even luxe doen en ik kan niet alleen thuis blijven. Want papa gaat het hele bloekje op. Maar daar ben ik nog een beetje klein voor. Dus ik ga lekker even mee. En dan wacht ik even in de bakfiets. Doe mama even Lucilla naar Alisa mee. Ja? Ja. Oh, gelukkig. En dan gaan we even naar huis. En gaan Lucilla heerlijk spelen. Ja. Nou, en dan zien jullie allemaal zo. Doei. Hier fietsen we dan. Over de dijk. Ja. Huis nummer 6. Ja. En hier ergens, daar is ook de kinderboerderij. Hier is de kinderboerderij, zie je dat? Daar heb je de varkentjes. En daar heb je ook alle andere diertjes. Zo, nou kom er maar uit. Oké. 1, 2. Ja, goed zo. Je cadeau. Goed zo, liefie. Oh, dikke kressel. Kusje. Veel plezier, liefie. Tot straks, hè. Zo, wij zijn weer thuis. We hebben net Lucilla weggebracht. Ze vond het wel een beetje spannend, hè. Ze moest wel een klein beetje huilen even. Omdat ze het toch heel spannend vond. Maar goed, het moet toch de eerste keer zijn. En ze moest het wel ook echt mee kunnen maken. Ja. Dat ze er aan wendt. Dat is wel zo. Dus, wat dachten wij nu? Omdat we zo ontzettend trots zijn op Lucilla en dat ze het toch maken. Heeft gedaan. Gaan wij gewoon een heel mooi diploma voor haar maken. Dus we hebben hier een heel groot... schrijfblok. En dan gaan we een mooie tekening op maken. En dan gaan we erbij zetten. Gefeliciteerd met je diploma voor je eerste keer naar het kinderfeestje. Ja. Goed? Nou, dan gaan we even een mooie tekening voor haar maken. Mm-hmm.
heel fijn. Ik kreeg net even een appje binnen van een moeder van het vriendinnetje waar Lucinda het feestje heeft. Dat ze heel de tijd op haar schoot heeft gezeten bij die moeder. Maar dat ze nu lekker aan het schilderen is met deze foto. Ze is lekker aan het schilderen. Gelukkig. Dat vindt ze inderdaad ook heel erg leuk om lekker te verven. Dus ik ben heel erg benieuwd naar de verhaaltjes die ze straks heeft. Maar Sil, ik ben wel heel erg trots op je. Dit is dus het diploma wat we straks aan haar gaan geven. Lucilla, 8 januari 2020. Diploma, eerste keer naar een kinderfeestje. Dan kan ze altijd herinneren dat ze het in één keer heeft gedaan. En dat ze daarna altijd goed kan. Weer gaat. Zonder, ja, inderdaad. En dat ze het weer niet spannend hoeft, ja, te zijn. Eens moet de eerste keer zijn, hè, zeggen we dan. Ja. Zo, en wie is er weer wakker? Luxie is weer wakker. Met een lekker banaantje even eten, hè? Daniel die gaat even een postpakketje ophalen. Die is bezorgd voor de slechte verjaardag. Neem Lucilla mee. Ja, dus, ben benieuwd hoe ze heeft gehad. Ik zeg dat zo. Doei. Zo, hallo Lucilla. Hoi pap. Hoe was het feestje? Leuk. Ja, bij wie was het feestje ook alweer? Alicia May. Alicia May, en wat heb je allemaal gedaan? Dan ga ik thuis vertellen. Ja, ga je dat bij mama vertellen? Ja. Super. Wij gaan terug naar mama, Luan, Luxie en Woesel en Peppa samen, ja? Zo, prinses Lucilla. Komt u er maar uit. Nou, en weer terug naar huis. Dus dat heb je gemaakt op het feestje? Dit. Cool. Dat ga je binnen maar eens even allemaal laten zien dan. Silla. En daar is onze Lucilla. Wauw, heb je dat gemaakt? Ja, Sil, wat ver. Leuk, wat ver. Ik heb foto van jou gezien. Wat was het nou? Wat heb je allemaal gemaakt, Lucilla? Ik heb een schilderij gemaakt. Een schilderij met een hartje. Want, mooi. Je weet wel dat dit is. Dit zijn stukjes. Oh ja, ja, dan kun je hem ophalen. En ik heb stickers. Ja. Zetten die allemaal in je tasje? Chips. Oeh, lekker. En ik heb het zeemermietje wat dit kan. En dit dingetje. Mm-hmm. En ik heb een lekkere eitjes. Ja. En ik heb dit. Ja. Zo, oh, er komt heel wat uit dat tasje. En ik heb dit. Ja. Meer van dit. Ja. En ik heb ook nog dit. Zo, lekker. Kijk eens, een diploma. Wat is dit voor een diploma? Dit is een diploma dat je de eerste keer naar een kinderfeestje bent geweest. Omdat we zo trots op je zijn dat je dat hebt gedaan. Omdat je het heel spannend vond. Diploma, eerste keer kinderfeestje. Lucilla. Kijk eens. Ik heb eerst een keertje opgebeld. Je hebt helemaal niet naar huis gebeld, nee. Vond je het toch wel leuk toen het eenmaal het feestje bezig was? Ja, want we hadden ook snoep geëten. Oh, lekker snoepjes. En ik zag dat je aan het verven was, want de mama had een fotootje geëffd dat je lekker aan het verven was. Is toch wel leuk, hè, liefie? Nou, gelukkig. De kop is eraf, zeg maar. Het ijs is gebroken. Nu gaan ze nog even lekker chillen op de bank. Zo, we hadden nog wat kometvleesjes over van de komet. Dus ik heb allemaal kleine kometvleesjes in de pan. Lekkere grilltjes aan de kook. Ja, die moeten nog even koken. Wat tomaatjes en paprika. Vond je het weer een leuke vlog? Doe even de duimpjes omhoog. Vergeet niet te abonneren. Klik op het belletje. We zien je graag morgen weer in een nieuwe vlog. Doei. Voeg je hart, boem boem mee. Wees lekker met ons mee. Je hartslag geeft het tempo aan. Als je danst, boem boem mee.